Allemaal leuk dat jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag is de open dag van de Brede Politie. Dat is vandaag in Nunspeet. En bij die open dag worden er allemaal demonstraties gegeven met politiepaarden en politiehonden. Maar wij komen natuurlijk voor de politiepaarden. Dus ik ben heel benieuwd wat ik allemaal kan verwachten. Er zijn ook allerlei standjes en de stallen zijn opengesteld. En er komt een hoefsmid en zo. En bovendien komen Judith en Anouk van Indraf ook. Dus die ga ik daar ook nog eventjes meeten. Dus ik ga ook heel veel van die demonstraties filmen. Want ik denk dat het best wel spectaculair is en zo. Dus nou ja, ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Is het zo, doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan alvast heel veel kijkplezier. We hebben ongeveer een gewicht van 600 à 700 kilo. Dat betekent dat als ik ergens ga staan en de collega's te paard vragen of ik weg wil gaan, dan moet ik eigenlijk weggaan. Nou, in de praktijk zijn er mensen bij die denken ik ben sterk, ik ben groot. En die gaan die 600 kilo proberen tegen te houden. Ik kan u garanderen, dat gaat je niet lukken. Deze paarden, zoals we eerder misschien bij de jonge paarden, worden getraind om door te lopen. Als ik John vraag om naar mij toe te lopen, dan zult u zien, dit paard loopt dus door. En als ik niet wegga, heb ik hem op mij. Goed, u ziet inmiddels al gebeuren wat er gebeurt eigenlijk. De groep stond op het veld en de paarden, in dit geval de papa's zoals ze genoemd worden bij de politie, kregen de opdracht om deze groep te gaan verplaatsen. Goed zo, dames en heren. U ziet hier een aanhouding gedaan door de papa's. En dan komen we eigenlijk bij het punt hoe wij samenwerken in Nederland met de basisteams. In dit geval hebben we twee bikers, politie op een fiets. Graag de bikers erbij om de afhandeling van de aanhouding te doen. En u zult zien, de bereden blijven te paard. Houden de boel veilig. En vervolgens, hapsakee, zit hij vast. En zo gaat dat. De auto gaat rijden. Oh, jullie zijn samen gereden? Nee, ja, onze auto was vol, hé! Hey. Hij stond dik ingezoomd bij jou. Ja, klopt. Nee, hartstikke goed. Je ziet dat er ruimte gemaakt wordt voor het voertuig, dat hij weg kan gaan. En op deze manier kunnen ze ook weg. Nou ja, dan ziet u weer wat er gebeurt. We zijn even over Dalfezen. Jat, die vent gewoon die auto. Nee, dan rijdt je op een fietsauto ook weg. Goed, de papa's gaan er achteraan. Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, dit is ook praktijk. Het gebeurt in de praktijk ook wel eens dat iemand met een auto van ons wegrijdt. Wat? Moet je een sleutel? Hij heeft niks gedaan. Het bekende woord. En nu wordt hij gewoon tussen de paarden meegenomen. Ik kan u verzekeren, hoe meer zij naar elkaar toe gaan, hoe moeilijker het wordt om weg te komen. Wordt gesplitst. We gaan even binnenkijken, dacht je? Ja, wij gaan even binnenkijken in de paardentrailer. Kom maar, Leentje. We gaan even naar huis kijken. Cool, hè? Nou, wel mooi. Of hier kan wel. Ik denk dat hij moet strotten. Ik denk dat het hetzelfde als een martegaal is. Als hij eraf valt, kan hij zich er nog aan vasthouden. Het laatste redmiddel. Stel dat de neus niet losgaat. Hoe zou hij er van binnen uit? Ja, volgens mij moet hij aan de neus doen vast. Ik denk hol. Ja. Wat is het? Oh, ik struikel bijna. Oh, het is hier wel een beetje te druk. Van waar de trend? Ja, gewoon naar de M. Van hand veranderen. Oh, wow. Van welke letter is hier ook alweer? Nee. Even een piaf, Anouk. Anouk, is het piaf? Ja. Anouk van in de Je moet wel even vallen. Wacht, dan maak je een foto dat ik er Anouk in de bak lig en dat ze aan het vechten zijn. Ja. In dat krukje zitten. Dat lijkt net alsof je er doorheen bent. Nee, wacht. Gewoon zo zitten. En dan net alsof je er doorheen bent. Nee. Ja. Ik zeg dat valt helemaal. Ja, maar, dat is ook...
Ik snap het wel, want ze lopen heel hard. Ja. Oh, zit nog achter springhoeven. Achter springhoeven? Oh, een beschermding. Voor de neusbescherming. Ja, heel verkopen of zoiets. En waar deze hond ook heel goed in is, is een speuren. Dus deze hond kan heel goed ruiken waar iemand gelopen heeft. En daar hangt ze. Stefan laat zich rustig zakken. Dan gaat het iets beter. Hond tussen de benen. Kijk, en daar komen ze aan vliegen. Tess en Stefan. Deze honden zijn gespecialiseerd in echt het speuren. Het is fantastisch wat die honden kunnen. En ze kunnen verschillende dingen opzoeken. Waar gaan ze erin? Hier? Hier zo, precies waar wij zijn. Voor jouw voeten. Had je ook niet gezien hoe die mensen opgedreven werden? Ja, dat was grappig. Wij hebben nog wel even verder, dat we nog even in de hal Boets Hospital hebben rondlopen. Met Kaan, die het verzorgen van de paarden en eentjes in de buitenland met name. Met zich zorgen voor het leven. Dat zo? En wij hebben daar ook niet Gewoon kopers of zo, dat mensen zwaar geworden. Ja. Een beetje. Is fortuin ook nog klein? Nou, inderdaad. Dat is groot. Nou, we kijken. Daar allemaal. Helpen om ons aan te trainen. Wat bezult u deze inbox alsjeblieft? Om te trainen. Oh, ja. De rij is helemaal gek hoor hier. Ja. Oh, van zo'n vlaggetje schiet hij op. Ja, inderdaad. Hallo. Oh, die jongen, zag je dat? Van de regen moet je zo hard mogelijk rennen. Want we gaan heel hard komen. Gaat ie op! Oh, jeetje. Ja! Ja!
Oh kijk, dan gaan ze er echt omheen. Zie je dat? Ja. Grappig. Dan worden wij ook allemaal nat. Ingrid, ik wil nog even inbreken. Er is een jongetje gevonden, Finn, en die is bij de receptie achtergelaten en graag de ouders van Finn naar de receptie hier van de locatie. Dank u wel. Veel ouders zijn kinderen kwijt. Hè? Nou, inderdaad. En dat snap ik ook wel. Raakten jullie ook heel vaak kwijt? Ja, maar ze was ook kwijt. Ja, ja. Dat is haar ouders kwijt. Ja. Oké, Rizky, douches aan. Nu. Oh. Ja, dan ziet hij dat een paar toch wel een beetje schrikken, maar uiteindelijk door er gewoon een paar rondjes rustig omheen te stappen, gaan ze langzaamaan aan het geluid en het gespetter wennen. En dat doen we zo 1-2 rondjes. En als ze dan vrij relaxed blijven, dan gaan we het zo meteen de trainer uitbreiden. En dat geluid vindt de paarden heel spannend. Dus dat houden we nu even rustig op, zodat we straks onze demonstratie verder uit kunnen bouwen. En uiteindelijk met een mooie charge kunnen gaan eindigen. Oké, papa's. Charge. En whisky. Water. Nu. Op dit moment hun gastmasker aan het plaatsen. Bravo heeft het ook al gedaan. De whisky is ook zelfs een gastmasker aan het plaatsen. Want ook in het voertuig kunnen die daar last van hebben. En dan gaan wij zo meteen de hele stap ontruimen. Samen met de kraten waar die dus gas geeft. Nu. Het is net voorbij en we gaan nu gauw richting de auto voordat de vierde komt. Nou, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis en dat was echt heel leuk. Ik vond vooral die allerlaatste demonstratie het leukste. Dat was met een stuk of 8 paarden en met de whisky. Dat was dus die hele grote vrachtwagen die al dat water spoot en zo. Dat vond ik echt vet leuk. Nou ja, jullie hebben het al kunnen zien. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Verder was het ook heel gezellig omdat ik nog Judith en Anouk tegenkwam en Florine. En toen hebben we samen ook nog een rondje gelopen langs de stallen en de hoefsmid. En ja, langs alle steentjes, dat was heel leuk. Judith heeft ook een video van de open dag gemaakt. Die staat, haar kanaal die staat in de beschrijving. Dan kan je haar kanaal ook even checken. Zij maakt ook hele leuke paardenvideo's. En jullie kijken deze video waarschijnlijk op zaterdag. En afgelopen dinsdag was ik dan, daar moet ik nu dus nog heen. Maar dat was voor jullie afgelopen dinsdag. En was ik ook nog weer bij Judith en hebben we allerlei video's opgenomen. En die video's komen over een tijdje online. Dus er komen hele leuke video's aan. En ik hoop dat jullie deze video ook heel erg leuk vonden. Pas zodoende eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis. Dus druk gauw dat knopje en dan maak je mij super blij. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!